Vorig seizoen won PSV met 3-1 thuis van NEC, maar de doelpuntenmakers van toen, Alex, Cocu en Fennegorov Hesselink, zijn niet meer in Eindhovense dienst. Vanavond moeten de goals komen van twee debutanten, Kenneth Pires en Danko Lazovic. En hier is Lazovic. Eerste balcontact, direct een schot op doel. El Akshaoui met Kromkamp tegenover zich. Dat is al een brug te ver. Simons. Lazovic van de bal gezet door Wisgerov. Maar goed gejaagd door Bakal. Hier gaat Afellay. Pires vrij. Afellay kan het zelf doen. Doet dat ook, maar mist het doel wel erg ruim. Worm. Van Beukering Kaats doet hij goed. Holmen weggestuurd door Worm. Simons uit de brand geholpen, want die werd er even uitgelopen door Holmen. Door Addo. Geen lekkere bal voor de doelman. Wat heet? Lazovic komt eraan. En daar komt de goal. Jawel, Danko Lazovic. Het is 1-0 voor PSV in de zesde minuut. En hij luistert zijn debuut op met een hele snelle goal. Ja, wat zullen de gedachten zijn bij Gábor Babos? De man van de terugspeelbal. Muslu Nalbantoglu. Een terugspeelbal met te veel problemen voor Gábor Babos. Ja, het is een duw tegen de keeper in het 5-meter gebied. Er zijn scheidsrechters die daar een vrije trap voor geven. Maar goed, 1-0 voor PSV. Lazovic geraakt door Olsson. En een behoorlijk hard geraakt. Geel komt er voor de verdediger van NEC. Vol op de enkel bij Danko Lazovic. Lazovic die de afgelopen dagen al niet helemaal 100% fit was. Nadat hij een schop heeft gekregen afgelopen woensdag in de EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Servië. Het is geen geweldige wedstrijd in het eerste half uur. Snelle goal van Lazovic, al in de zesde minuut. Maar daarna valt er nog weinig te genieten in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen voor PSV. Overtreding Lorenzo Davids, duw in de rug bij Afellay. Het is wachten op een hoogtepunt, na ruim een half uur. De vrije trap van Pires, gekopt en daar kwam toch ook een hand tegen de bal. Uiteindelijk een omhaal, soort van omhaal van Lazovic. Lazovic, ook prachtig door de benen bij Nalbantoglu. Overtreding van Holmen. NEC heeft veel overtredingen nodig in de eerste helft om PSV min of meer te beteugelen. Het publiek wacht op de tweede treffer voor PSV. Oh, hangt hij niet echt in de lucht. Worm springt, Van Beukering doet dat ook. Geen ruimte om te schieten, maar wel ruimte voor Pires. Lekker schot en de redding van Babos. Eindelijk gebeurt er weer eens wat in Eindhoven. En moet hij handelend optreden. Nu probeert PSV wel een tweede doelpunt te forceren. Probeert het aanval te zoeken. Maar loopt het nog niet echt helemaal naar wens. Dan is de marge dus nog altijd maar één. Holmen. Ja, hier komt de kans voor Lens en de redding van Gomez. Grote kans voor NEC op de gelijkmaker. Hij sleept zijn ploeg er vlak voor rust doorheen. Aurelio Gomez. Hij wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt in de Eredivisie, Jermaine Lens. En dit was een opgelegde mogelijkheid om die eerste treffer te maken. Overtreding van Lorenzo Davids. Lazovic daar toch flink gevolgd en op de huid gezeten door Vorm. 44ste minuut. Kromkamp nog. Alles en iedereen nog altijd in het strafschopgebied. En daar de kans voor Addo en de goal. Erik Addo maakt een doelpunt voor PSV. Dat is toch een zeldzaamheid voor de centrale verdediger. Maar op slag van rust. Als NEC de kans heeft gehad om op gelijke hoogte te komen,
maakt PSV 2-0. Erik Addo, helemaal over het hoofd gezien door de defensie van NEC. Goeie voorzet van Jan Kromkamp. En prima afgerond door de Ghanese. Lens. Maar dan laat Afellay zien dat hij ook zijn verdedigende taken kent. En loopt die Lens van de bal. Scheidsrechter Van Egmond fluit af. Het is het einde van de eerste helft. 2-0, de reactie van Afellay richting Van Egmond. Dat levert hem de gele kaart op. Niet helemaal duidelijk waarom Afellay nou zo boos is op de scheidsrechter. Nog eens dit moment. Afellay even aangeslagen naar het duel met Lens. En dan beklaagt hij zich bij de scheidsrechter. Wat valt er nog te halen voor NEC in de tweede helft? 2-0 achter bij de rust. Een voorsprong die normaliter niet snel wordt weggegeven door de regerend landskampioen. Brent. Geen buitenspel voor Van Beukering. Nou, dan komt hier de goal voor hem en de redding van Gomez. Een reuze kans in de derde minuut van de tweede helft. Brent. Zomaar ingeleverd bij Perez. Lazovic vastgehouden. Vrije trap PSV. Het publiek ontevreden. Het ziet te veel overtredingen vanavond in Eindhoven. Vrije trap Zonneveld. Achterin Kromkamp. En dan de omhaal die er bijna ingaat. Acrobatisch gedaan door Rotman Bakal. Afellay. Kivuvu zoekt hem op, maakt de overtreding. En dan komt de geel voor Dominique Kivuvu. Niet voor het eerst vanavond ligt Afellay geblesseerd op de grond. Want net als vorige week is hij het die veel wordt gezocht. En veel overtredingen moet incasseren. Vorm. Holmen. Is verlost nu van Simons en een aardig schot van Brad Holmen. Eruit gebokst door Gomez. Eerste wissel bij PSV. Jason Koulina komt in de ploeg. En Ibrahim Afellay, die de afgelopen week last had van een enkel blessure na de wedstrijd in Almelo, wordt naar de kant gehaald. Lakshawi. Geen beste trap van Babos in de voeten bij Koulina. Vers in de ploeg. Met een aardige uithaal van de Australiër. Lazovic. Bakal. Lazovic krijgt de bal goed terug. Lazovic 3-0. Weinig kansen voor PSV in de tweede helft. Maar dan maakt hij zomaar uit het niets zijn tweede doelpunt in deze wedstrijd. En deed hij het in de eerste helft nog met de nodige hulp van Babos. Nu een vloeiende combinatie met Bakal. Keurig afgerond door de nieuwe man bij PSV. Het is direct een laatste actie. Een vervanger stond op het moment van dit doelpunt al klaar. Jonathan Reis. Lazovic kent een uitstekend debuut met twee doelpunten en daar is hij tenslotte voor gehaald. Goeie bal van Simons. Hier is Aissati. Nou, ga maar zelf. Aissati, de redding van de doelman, niet overtuigend in de goal van Wagner. Zo is er nog iemand die zijn eerste doelpunt maakt in het shirt van PSV. Het is de Braziliaan Wagner Conserva Lemos. Het afstandsschot van Aissati. Niet al te best gekiept door Babos en overtuigend afgerond.
door Wagner. 4-0. Uitbundig gevierd de goal door de jongeling. Duel met Wischerhoff. Komt er niet echt. Hij kiest voor Aissati. Kulina. En daar de goal. Jawel, van Bakol. 5-0. Wordt het dan toch nog een soort van monsterscore voor de ploeg van Ronald Koeman. Die voor het eerst vanavond een echte glimlach laat zien. Hij was er heel even bij de 1-0 van Lazovic, die glimlach. En die keert nu eigenlijk pas weer terug. Eerste doelpunt van het seizoen voor Bakal. En de glimlach toch ook alweer snel verdwenen. Mooie goal. Voorzet Kulina. Prachtig afgerond. Het moet gezegd worden door opman Bakal. Van Egmond heeft op het horloge gekeken. En nog voordat de 2 minuten blessuretijd erop zitten, fluit hij voor het einde. PSV wint met 5-0. Ruime cijfers van NEC. Iets wat geflatteerd, dat wel. Maar een mooi debuut voor Danko Lazovic. Met 2 doelpunten en een goal voor Wagner. Zijn eerste in dienst van PSV. Geflatteerd, het was niet altijd even best. Maar wel een verdiende overwinning voor de ploeg van Ronald Koeman.